En ondertussen zitten mijn volgende gasten erbij. Dat zijn Frank Polet en Gitte van Quali. Want zij zijn de auteurs van dit boek Bruis. Welkom. Dag Gitte. Dag jij Frank. Ja, een heel leuk boek vind ik toch al op het eerste zicht. Heel kleurrijk. Het is voor de jeugd, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat is zo de doelgroep voor dit boek? 10, 12, 13-jarigen. Ja, en ik las ook in de perstekst ergens iets van 10 tot 12 13-jarige krapultjes. Ja. Waarom krapultjes? Omdat het een boek voor deugnieten is, denk ik. Ja? Een beetje zoals wij zelf. We zijn een beetje oudere pubers. Hè. En het boek, ik zeg altijd graag dat het een actieve dichtbundel is, maar dan doe ik afbreuk aan de tekeningen van Gitte. Ja. En het is de bedoeling dat je leest, dat je kijkt en dat je er actief mee aan de slag gaat. Dat is eigenlijk het vernieuwende concept. Want we zijn er toch wel een beetje trots op dat we geen enkel boek kennen dat zo is zoals Bruis. Ja. En waarom is het zo anders dan? Ik zie er teksten in en dan krijg ik ook bepaalde opdrachten. Hè? Ja. Want wat is eigenlijk de bedoeling? Wel, ik denk dat je dichtbundels voor kinderen of voor jongeren vind je genoeg. Hè? Boeken met prenten in, die zijn er ook genoeg. Als je die dingen al combineert, dan heb je er al heel wat minder. En als je daar dan nog eens creatieve opdrachten, schrijfopdrachten, tekenopdrachten, combinatie van teken- en schrijfopdrachten, als je die er nog gaat bijvoegen, dan heb je alleen maar Bruis, denken wij dan. En waarom Bruis dan? Ja, waarom die titel? Het is de bedoeling dat ze goesting krijgen om erin te tekenen. Beginnen bruisen. Hè? En om eraan te beginnen eigenlijk. Hè? Ja. Jij hebt vooral de tekening gemaakt. Ja. Ik ga het ook even tonen. Alle teksten kunnen we nu niet doornemen. Maar het is een hele leuke tekening om te zien. Waar is de inspiratie dan voor de tekening geweest? In het gedicht dan, veronderstel ik. Ja, ik ben vertrokken altijd van het gedicht. En ik gebruik vooral collage techniek. Ja? Dus dat ontstaat een beetje vanzelf eigenlijk. Hè. Mijn bureau ligt vol met papiertjes en snippers. En dat ontstaat op een wit blad. En maar ik vertrek altijd van het gedicht. Ja. Ja, want hier heb ik iets onder kruiper. Ik hou van rock en roll, dus kruip ik graag onder je wol. Ja, dan zijn we verder gegaan op die wol. En dan de opdracht is dat ze de naam van hun liefje met wol schrijven. Daar aan de... Ah ja, dat is ik. Ben je stiekem op iemand verliefd? Schrijf haar zijn naam met een stukje rode wol bij deze tekening. Ja, voilà. Dus bij elke tekening is er dan nog plaats over voor ofwel een gedicht, ofwel iets van tekst te schrijven of een tekening te maken. Ja. Zeg, maar voor 10 tot 13-jarige, Viv, jij hebt een dochter van 11 jaar. Ja. Je zit perfect in de doelgroep. Ja. Maar dan stel ik mij onmiddellijk de vraag, lezen die nog boeken? Ja, in een tijd van iPads en iPods enzovoort en computerspelletjes. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn dochter niet echt een lezer is. Ja? Maar ik denk dat boek haar net wel zou aanspreken, omdat dat heel creatief is. Ja. En zij is echt een creatieve duizendpoot, dus voor haar is dat het perfecte boek. Ah, wel, weet je wat? Wil jij het even testen? Ja, is goed. Ik ga het jou geven. Moet je maar een van de eerste bladzijden... De naam van mijn liefje erin. Ja, dat mag ook. Ik heb alleen een stukje wol. Hier heb je een balpen, want je hebt dat wel nodig. Want dan soms moet je iets bij tekenen, soms moet je iets bij schrijven. Ik laat jou even doen. Lees maar een stukje. En dan gaan we straks even kijken wat jij ervan vindt. En of dat het iets is, inderdaad, voor haar dochter bijvoorbeeld. Zeg, waar is dat idee ineens gekomen eigenlijk? Om zo een boek samen te gaan doen en zo een boek te maken? Ja, het idee is eigenlijk van de uitgever gekomen. Ja. Die heeft ons aan elkaar voorgesteld. En we hebben het eigenlijk verder uitgewerkt. Hè. En het was eigenlijk inderdaad een idee van de uitgeefster. Het is een jonge vrouw, Els de Poter. En ik had een dichtbundel klaar voor kinderen. En zij wou daar toch nog een... iets meer mee doen. Ja. En ik was meteen gewonnen toen ik het werk van Gitte zag. En we zijn dan samen een aantal keren gaan vergaderen en kijken hoe die samenwerking kon verlopen. En ik moet zeggen dat ook door de inbreng van Gitte zijn er ook een aantal tekeningen, een aantal teksten gesneuveld en zijn er nieuwe in de plaats gekomen. Dus het is niet zomaar een tekening bij een tekst geworden, maar het is echt een samenwerking geworden, waardoor dat het geheel ook meer moest zijn dan de som van de delen, zeg maar. Ja, ja, en die gedichten, dat zijn echt gedichten voor kinderen. Hè? Die zijn zeer toegankelijk. Ik heb er een paar gelezen. Ja. Waar haalde jij die inspiratie bijvoorbeeld voor zo'n gedicht voor jongeren? Dat kan
puur in de taal liggen. Daar zitten een aantal dingen bij die puur op woorden gaan en een soort alfabetreeks in en noem maar op. Maar er zitten ook een aantal, en dat vergeten mensen wel eens, dat je ook voor kinderen kunt schrijven vanuit je eigen ervaring. Ik mag dan al 52 en redelijk versleten zijn. Ik heb toch nog wel dingen die ik kan transponeren naar de jongere wereld. Hè. Ja. Er staat bijvoorbeeld een gedicht in, dat heet De Neuroloog. Ja. En dat is puur autobiografie. Alleen aan het eind had er kunnen staan, zegt mijn vrouw. En daar staat dan, zegt mijn mama. Dus daar heb ik het een duw gegeven in de richting van de kinderen. Als je wil, wil ik het straks wel eens voorlezen. Of zo. Als het jij onmiddellijk terugvindt, ja, in je boek graag. Dat moet kunnen. Ja, we willen wel graag even een voorbeeldje krijgen. Oké. Proberen. Maar er staan geen pagina's in het boek. Dat nee, viel dat is mij lastig. Wel op. Ah, voilà, kijk. Ja. Excuseer, hè. Sorry. Ja. De neuroloog. Hij verbindt mijn hoofd met een machine en laat lichtjes op mij los. Hij zegt me in en uit te ademen, mijn ogen open en weer dicht te doen. En dan staat op zijn monitor een zee vol kleine golfjes die hier en daar stormachtig hoog opspatten uit mijn hoofd. Wanneer hij even later zegt, je hersens zijn normaal, kijkt mijn mama hem verwonderd aan. Ik ben op een nacht binnengevoerd in de spoedafdeling van Sint-Niklaas Ziekenhuis met alle verschijnselen van een herseninfarct. Dus ik ben dan een EEG moeten laten doen. Oké, het was gelukkig maar een slaapstoornis, maar het is wel het idee geworden voor dit gedicht. Ja. Probeer je dan in te leven in de jeugd van vandaag zo? Ja, tuurlijk wel. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling. Er zitten ook een aantal verwijzingen in, ook bij de tekeningen, zo naar zeg maar de tegenwoordige communicatie. Naar en iPads en co, want dat is helemaal in, hè? Ja, iPad tuurlijk. En iPod. Ja. Denken jullie dat jullie met jullie boek een plaats kunnen nemen naast die iPads en iPod? Dat moet. Ja. Dat moet gewoon. Ja. Ja, dat moet wel lukken. Zeg, er is veel knippen en plakken in, heb ik gezien. Kleuren, spelen met wollen draadjes en ga zo maar door. Jullie hebben het ook uitgetest op een aantal kinderen, waarvan we nu één in beeld zien. Maar hebben jullie het op een hele groep kinderen ook uitgetest? Nee, dat hebben we nog niet uitgetest. Nee. Maar ik denk wel dat dat mogelijk moet zijn ook. Hè, om daar, ja. Maar het is inderdaad de bedoeling dat ze erin knippen en plakken, dat er veel, dat echt een soort hebben-ding wordt van hunzelf. Hè. Ja. Daarom ook die rekker daaraan, dat er veel in kan, dat het van zichzelf wordt. Dat is een boek waar... Ja, een werkboek, dat ze eigenlijk een soort dagboek bijna dat bij kunnen houden. Ja, want dat was ook het concept. Is, voor volwassenen heb je al iets dergelijks. Dat heet dan Wreck This Journal. Mm-hmm. Maar dan wordt het iets te destructief, vind ik. Hè. Dan moet je het boek van een trap gooien en zo. Van die opdrachten, dat vonden we eigenlijk niet zo leuk. Maar we hebben wel een aantal dingen die in die richting gaan. Hè. Bijvoorbeeld dit, het gedicht Mysterie, gaat over het geheimste geheim van iemand. En dan kan je op de bladzijde ernaast kan je het geheimste geheim dat je zelf hebt opschrijven. Ja. Dan knip je het middelste van het blad uit, kleef je dat tegen het andere blad, maar je kunt toch nog het gedicht lezen dat erin staat. Ja. Dus er gaat niks verloren, maar jouw geheimste geheim zit er wel lekker in het boek. Leuk idee. We hebben ook een reactie trouwens van het meisje die het toch heeft uitgetest. We gaan even kijken. In dit boek zijn heel veel leuke opdrachten. Rijmen, tekenen, plakken, knippen enzovoort. Het is eigenlijk een heel leuke vorm van dichten, maar ook tekenen. Het is echt de moeite om het zelf te proberen. Voilà, zij is alvast overtuigd. Ik ook. Ik vind het een heel fijn boek. Viva, vind jij ervan? Jij hebt er al eens in gebladerd. Super, ja, super. Er staat wel heel veel ook over verliefd zijn. En ik denk dat dat echt gepast is bij die leeftijd. Ja. Alleen denk ik dat mijn dochter er dan graag een slotje op zou willen. Dat de mama het niet kan lezen. Ja, maar ja, misschien moet je het boek gewoon niet open doen. Hè? Nee, het is dat, ja. Nee, maar heb je iets gedaan? Ik heb hier iets gedaan. Ik heb hier lukraak iets geopend. Ja? Ik ga even kijken. Ja. Even de handcamera mag het op tafel leggen, hoor. Ja. Ja. Ah, voilà. Dat is zo'n opdracht eigenlijk. Ja. Dat is een gedichtje dat je zelf moet invullen. En de opdracht is eigenlijk, haal uit die voorwerpen die je hier ziet. De juiste woorden. Dus eigenlijk is het nog educatief ook, hè. Want je leert er wat spreekwoorden mee kennen. Ja. Ik heb wel een aantal... kijken of het juist is. Ja. Hè? Ik heb een vijsje los, maar sla toch spijkers met koppen. Leg de lat hoog, al heb ik geen nagels om aan mijn gat te krabben. Ik zoek geen spijkers op laag water, krijg nooit een klop van de hamer. En op de keper beschouwd weet ik van welk hout mijn planken zaagt. Ik balk.
Is het juist? Ze heeft het goed gedaan, denk ik. Ja, fantastisch. Ja, ja. Maar dit is wel een leuke opdracht, precies. Ja. Het is, dat is ook weer uit het eigen leven. Hè. We hebben in onze achtertuin twee ezels lopen. En die heten Victor en Henri. Ja? En de ene balkt en de andere niet. Ja. Dus vandaar dat het de ezel die zeg maar spreekt, dat is dan Victor, die balkt. En Henri balkt niet. Ja. En het gericht is aan hem dan opgedragen. Hè. Voilà. Jij vond het blijkbaar wel leuk, hè? Ja, dat is echt een hebben dingetje. Ja? Dat is echt iets, het boek om mee te nemen naar huis. Ik stel voor, ze mag het meenemen naar het boek. Neem het maar rust mee naar huis, lief. Geef het aan je dochter cadeau. Ja. En beloof haar dat je het nooit gaat open doen zonder dat je het vraagt. Ik zweer het hier. En dan gaat ze heel blij zijn, denk ik. Bedankt voor jullie komst en veel succes met boeken. Trouwens, het is een beetje avant-première, want de officiële voorstelling is pas 1 oktober, dacht ik. Hè? Ja, dus vanaf wanneer ligt het dan in de winkels? Dat zal nu al zijn, maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Ah, maar voor de mensen uit onze regio, je kan het nu al halen in avant-première. Het boek Bruis dus van Frank Bolet en Gitte van Quali. Dank je wel.